Dames en heren, het eerste boek op tafel. We moeten het even over Kevin hebben van Lionel Shriver. Is meteen heavy stuff. Het gaat hierover. Ik schets het even. Hè. Kevin Khachaturian, of Khachaturian, is hoofdpersonage. Is een jongen die vlak voor zijn 16e verjaardag een slachtpartij aanricht op zijn school. Hij vermoordt 9 mensen. Op het eerste gezicht is er geen motief. Er is ook geen spijt. En zijn moeder Eva probeert in het boek te begrijpen hoe het zover is kunnen komen. In brieven aan haar echtgenoot gaat ze dus terug naar het verleden, naar het leven voor zijn geboorte, naar zijn kinderjaren, naar haar dochter ook, herinneringen eigenlijk, die afgewisseld worden met verslagen van de bezoeken aan Kevin in de gevangenis. Nu, die schrijfster Lionel Shriver is een Amerikaanse, woont in Londen, is getrouwd met een muzikant. En wil zelf ook absoluut geen kinderen. Ze heeft het boek ook opgedragen aan haar man. Er staat geschreven op de eerste pagina voor Terry, hè, haar man. Net als ik aan het ergste scenario ontsnapt. Ja, Jos. Is dat leesbaar, zo'n verhaal? Dat is leesbaar. Ik had een beetje schrik toen ik de kaft zag, hè, zo'n typische moderne kaft, hè, met een aanbeveling van een andere schrijfster. En, well, vond ik lelijk, maar goed, geen belang. Ik had er wat schrik voor. Er zijn heel veel boeken verschenen de laatste 10 jaar, ook filmen gemaakt over Columbine, het beroemde incident waarbij een aantal jongeren aan het knallen gaan in een school. Er is heel veel over verschenen, dus ik was wat argwanend. En mijn beoordeling van het boek is dubbel. Het is dus een soort monoloog, innerlijke monoloog van een vrouw die heel geïsoleerd leeft door het feit dat er iets verschrikkelijk is gebeurd door de schuld van haar zoon. Ze is geïsoleerd van haar omgeving, ook letterlijk. Ze leeft, alhoewel ze in welstand leefde, quasi armoedig toch. En ze praat eigenlijk tegen haar eigen, in een briefvorm tegen haar man waarvan ze gescheiden is. Het is dubbel in die zin. Het is een soort therapie. Dus een therapeutische sessie een beetje. Voelde me al aankomen, het dubbele. En aan de andere kant zegt ze wel in die brieven wat ze anders altijd verzwegen heeft. Omdat ze zit met vragen. Waarom heeft hij dat nu gedaan? Ligt dat aan mij? Ligt dat aan onze relatie? Ligt dat aan iets anders? Ze weet het niet goed. En het wordt nogal breedvoerig, vind ik, uitgeschreven. En daar heb ik dan wat problemen mee, buiten een paar heel mooie teksten. De figuur van Kevin is fantastisch, vind ik goed weergegeven. Mm-hmm. Absoluut een etterbak, enzovoort, enzovoort. En het leest goed door, hè, natuurlijk. Frank, hoe vond jij het interessant? Wel, ik moet zeggen, zo de eerste 100 pagina's van het boek had ik echt een probleem. En ik denk net, omwille van wat Jos zegt, die doorgedreven zelfanalyse die zeer therapeutisch overkomt, die kon mij in het begin echt niet moeien. Ik moet ook zeggen, wat ik verschrikkelijk haat aan boeken, is dat er een foto op de voorpagina staat, op de cover staat. Voor mij breekt dat dadelijk heel de fantasie van een boek. En ik vind dat echt zonde. Hè. Ja, maar dat moet je nu niet aantrekken, hè? Nee, maar bij mij, dat speelt wel mee. Dat breekt bij mij al een soort van fantasie. Dat duurt heel lang tegen dat ik daarin kom. Nu moet ik zeggen, na een 100-tal pagina's kwam ik er echt wel in. Begon ik het wel boeiend te vinden. Nu, het verbaast mij niet wat jij nu zegt, dat zij geen kinderen heeft of wilt. Want ik denk dat zij kinderen haat. En ik had het gevoel, als ik het boek las, dat zij... Zij spreekt over een soort voorbestemdheid en over een soort existentiële slechtheid waarmee je geboren wordt. En ik geloof daar niet in. Ik vond het boek dikwijls ongeloofwaardig. Ik geloofde ook niet in de figuur van haar man, die ofwel compleet een idioot was, zeer naïef en blind volgens mij voor die relatie. Tegelijkertijd was ik wel heel erg heen en weer geslingerd door de vraag die zij zichzelf als moeder stelt. Is het mogelijk om niet van je kind te houden? En als je er niet van houdt, zet je dan werkelijk schuldig voor de daden dat dat kind gaat doen? Maar ze is toch absoluut niet de moeder waarvan je denkt, dat moet wel fout lopen met haar kinderen, Anna? Ja, ik kan nooit een moeder de schuld geven. Hè. En dat vind ik een probleem. In dit boek zij geeft haar eigen moeder de schuld aan haar eigen ongeluk. Dan denk ik ook wel... Haar eigen moeder, ja. Ja, ik vind en helemaal eens met Frank die vooral die eerste pagina's, of die eerste 100 pagina's, zijn een enorm doorgedreven zelfanalyse. Maar ik vind dat dat vrij lang blijft duren. En dat is voor mij het grote probleem met het verhaal. Het is
eigenlijk ongelooflijk interessant. Wat doe je als je moeder bent van een sociopaat? Zo noemt ze haar zoon ook. Dat is ook zo gediagnosticeerd, want het is allemaal, de zaak is voor de rechtbank gekomen. Dus daar hebben gerechtspsychiaters zich heel lang mee bezig gehouden. Ik lees nu ook vandaag in de kranten, Ronald Jansen is een sociopaat. En dat moet vreselijk zijn als je zo'n kind hebt. En die analyse van wat doet een moeder die zo'n kind heeft, dat is op zich heel interessant, maar er zijn voor mij drie problemen met dat boek. Eén, het is in briefvorm geschreven. En dan nog, het moet bijna zeker het ongelooflijk moeilijkste genre van alle briefromans zijn. Hoe schrijf je een brief aan een ex-man? Oké, later blijkt wel, maar dat mag ik niet verklappen. Nee. Trouwens, ik zag onlangs in een analyse, in een recensie van een boek, pas op lezers, deze recensie bevat materiaal waardoor u het einde van het boek leert kennen. Maar oké, dus ik ga het niet verklappen. Daar doen we niet aan mee. Nee. Maar dat is wel een nieuw genre in de recensie. Dus als iemand zijn oren toe... Nee. Maar ze schrijft die brief aan die ex-man en in het begin denk ik, zo schrijf je toch. Hoe graag dat je een ex-man nog zou zien, zo schrijf je echt geen brief aan een ex-man. Dat kan niet. Dat is één. Dus die briefvorm vind ik aan een ex-man vind ik heel, heel moeilijk. Okay. Twee, is er voor mij ook iets met die psychologie van die moeder zelf. Ik vind die jongen zeer interessant, ook hoe dat ze haar zoon weergeeft en de onvolkomenheden, om het zwak te zeggen, die ze voelt. Maar het is alleen maar over zichzelf dat ze het heeft. En het zit een beetje in haar eigen personage, dat is drie, waarmee ik er niet direct sympathie voor kon hebben. En dat hoeft niet in een boek, hè. Sympathie hebben met, want ik heb ook helemaal geen sympathie voor die Kevin, haar zoon. Maar zij is zo uit, ze beent zichzelf zo uit. En ook zo'n, hoe moet ik dat noemen, psycho-emo-taal. Dat er niks onbesproken blijft, dat voor mij verschrikkelijk vermoeiend werd. Ik kon haar gewoon niet verdragen van het eerste moment. En het is al zelfs van voor die Kevin geboren wordt. Je voelt inderdaad, zoals Frank, dat ze nooit, zoals Frank zegt, dat ze geen moeder is. Mag ik dat even voorlezen? Dat is heel kort. Dus ze beschrijft in die brief hoe ze zichzelf voelt veranderen wanneer ze zwanger is. En dan denk ik, ja. De spleet tussen mijn benen veranderde ook. Opeens was het niet zo'n schandalige plek meer. Geen obsceniteit of misschien werd de plek wel op een andere manier obscene. De flapjes leken geen toegang te geven tot een nauw, knus, doorlopend straatje, maar naar een groot, gapend gat. Het kanaal werd op zichzelf al een route naar een andere plek, een wezenlijke plek, en niet alleen naar een donkere schim in mijn hoofd. Het knopje vlees aan de voorkant kreeg iets doortrapt en was duidelijk ergens voor bedoeld, een verleider, een manier om het zware werk van de mens aangenamer te maken. Oh, dan denk ik, ja, als je zo aan je moederschap begint... Ja, nochtans, Anna, nochtans, met... Dat moet toch ook gezegd, dat tweede kind dat er dan ook komt, dat voelt toch meteen anders. Ah, hè? Ik heb daarover gelezen. Ik niet. Goed, Geert, er is al zeer veel gezegd, maar Jos begon met het personage van Kevin ook. Vond hij toch wel behoorlijk interessant en mooi uitgediept. Wat vond jij? Ja, ik heb het echt niet graag gelezen. Ik moet mij ook aansluiten bij het feit dat de hoes echt niet uitnodigt om eraan te beginnen. Maar daar gaan we niet over zwijgen. Ja, nee, maar toch. Het is een derde boek dat ik begonnen ben. En ik heb het heeft toch een invloed om je goesting om een boek vast te pakken. Maar... Ah, dat is toch. Precies, Jos. Kevin. Ja, Kevin. Geilen had het moeilijk, de eerste 100 bladzijden, daar was ik nog mee eigenlijk. Bij mij is het dan helemaal omgedraaid. Dan had ik echt iets van, die blijft maar doorgaan. Ik vind dat die echt... Ik krijg van die zelfanalyse op den duur... Ik heb het echt gehad. Ik heb zoiets van, maar je kunt er echt alles beginnen bij betrekken. Ik geloof het op den duur niet meer. En ik vind ook dat die een briefvorm in het begin werkt dan nog. Maar dat blijft maar doorgaan en dat... Dat wringt en dat ik geloof het niet. Ja. En dat is heel spijtig om dat midden in een boek tegen te komen. Als je die Eva dan een zeur vindt of wat dan ook, wat doe je dan met die vaderfiguur?
Wat vond je daarvan? Uiteindelijk, wat Kevin ook doet, hij ziet dat als een kinderstreek. Hij wil niet echt zien dat die gedragsstoornissen... Nee, maar ja, maar dan zit al te lezen en dan lees je dat vanuit het perspectief van alleen die vrouw dat dat zo bekijkt. Ik vraag me altijd af, of ik was de hele tijd aan het hopen, straks gaat die vader antwoorden of zo met een brief. Eindelijk gaat die mens eens weerwoord geven en zeggen van ja, kijk, je kunt het ook anders bekijken misschien. Maar dat gebeurt jammer genoeg niet. Daarmee heb ik niks verklapt. Nee, dat is zo. Ja, het is dat wou ik inderdaad ook, dat er iemand op een bepaald moment weerwoord bood. Want er is, af en toe zijn er zo scènes die ik dan wel mooi vind, als ze bij Kevin op bezoek gaat, want die zit in de gevangenis. En dan merk je hoe die Kevin zijn moeder manipuleert. En dat is echt een vreselijk iets... Hij loopt met haar mee, hij maakt haar even blij en heeft echt alle kenmerken van een sociopaat, dus iemand die heel goed weet hoe een ander kan naar zich toetrekken. En dan komt ze vlakbij en dan als een kakkerlak vermorzelt hij zijn moeder met één of twee woorden. En dat is wel heel mooi voor die bezoeken aan de gevangenis, ja, Frank, vond jij ook interessant? Ja, absoluut. Ik vond dat het mooiste deel. Ik vond eigenlijk het... De zeer concrete scènes die in het boek zaten, onder andere ook het moment dat ze haar huis daar 's nachts met rode verf beklad wordt, omdat ze door de straat echt verjaagd wordt. Dan gaan ze dan mijn zekere trots toch opkuisen, dat iedereen het kan zien. En dat vond ik inderdaad heel mooi. Ik denk, hoe zeg je dat? Too many words. Het boek was te dik en te lang. Op zich is het een mooi verhaal. Het is ook verfilmd ondertussen. Ik heb het geluk gehad om de film te kunnen zien. En wat mij... In het boek heel erg stoorde namelijk een beetje de saaiheid van de dynamiek van de brieven, die weinig verrassend waren, is weggelaten in de film. De film heeft een andere structuur, ik ga er niet te veel over zeggen. Ze hebben het anders trachten op te lossen en ik vind niet dat ze er een oplossing voor hebben gevonden. Mm-hmm. Maar het is wel heel mooi gespeeld. Ja. De film is inderdaad in première gegaan vorige week op het filmfestival hier in Gent. Komt ook morgen al bij ons in de zalen. We hebben een trailer. Nathan, kunnen we die eens laten zien? Dan hebben we al een idee van wat de film zal geven. Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Just because you're used to something doesn't mean you like it. You're used to me. Wake up and watch TV. Get in your car and you listen to the radio. I love to get up. Go to your little job or your little school, but you're not going to hear about that on the 6 o'clock news. Me and Kevin were playing Christmas kidnapping. Do you know where you're spending the afterlife? I'm going straight to hell. Because nothing is really happening. I mean, it's got so bad that half the time the people on TV, they're watching TV. And what are all these people watching? People like me. Doesn't Kevin go to Gladstone High? Voilà, dat is hem. Als u een uitgelezen gezin hebt in het boek, dan kan u de film proberen. Ik zou niet durven. Als ik dit zie, dan zou ik niet durven. Ik heb wel zin in die film. Ja? Omdat ik denk dat... Maar Frank, als die brievenstructuur is weggevallen, dan... Voor mij zit daar echt een heel, heel interessant verhaal in. Want wij horen ook, en dat is ook... Want dat boek is enorm bejubeld. Ik voelde me echt niet normaal. Dat ik dacht, wat is er met mij dat ik dat boek zo slecht vind? Maar, de film kan wel het een en ander oplossen. Ja, omdat het is een interessant onderwerp. Vind jij ook, hè, Geert? Ja, alleen... Ik vond het ontgoochelend om het op een gegeven moment niet goed meer te vinden. Ik vond het spijtig. En het blijft gewoon... Ja, het is de lijvigheid, denk ik. En het systeem dat erin zit, dat op een gegeven moment niet blijft werken. Maar er zitten echt heel schoon passages in. Ik vond bijvoorbeeld de passage dat ze juist zwanger is en dat zij staat te dansen. En dat daar een man binnenkomt, dat vind ik heel schoon passages. Maar het is soms een beetje een pummel ook wel, die kerel. Ah, je moet er niet mee in zitten. Ja, het is jammer.